Goedenavond en welkom bij het ATV-journaal van dinsdag 5 september. Een iets aangepaste uitzending vanwege technische uitdagingen. Maar hier zijn de hoofdpunten. C47 staat niet achter wijzigingen BTW-wet. Ruim 1000 gokhuizen in Suriname. Traditioneel gezag Kabalebo krijgt eigen kantoor. En Afrikaanse klimaattop vandaag begonnen in Kenia. De vakcentrale C47 staat niet achter wijzigingen van de wet belasting over de toegevoegde waarde, de BTW. Afgelopen vrijdag werden wijzigingen in de wet voor de tweede keer sinds de goedkeuring in augustus 2022 aangenomen in het hoogste college van staat. Die vervult een rol als het gaat om het equal maken. Ja, van de concurrentie tussen bedrijven en in het binnenland en met betrekking tot buitenlandse producten. Daar speelt een rol in. Maar potisma, zult de minister van Financiën wel hebben gehoord. 90 in deze tijd, waarin hij zegt dat deze wet de ondersteuning geniet van de vakbeweging. Althans, die wijzigingen genieten de ondersteuning van de vakbeweging. Dus ik weet niet wie van de vakbeweging hij bedoelt. Maar C47, 1, we ondersteunen het totaal niet. En 2, wie van de vakbeweging heeft hem gezegd dat de vakbeweging ondersteunt? Wij hebben geen enkel contact gehad met de regering hierover. Volgens Berenstein moet de media aan de minister van Financiën en Planning vragen welke vakorganisaties de wetswijziging wel ondersteunen. Het belastingssysteem zou namelijk niet in het voordeel zijn van de arme man. BTW streeft andere doelen na. En die doelen, daar moet naar worden gekeken bij het beoordelen van die wet. En dat is slecht gebeurd, omdat men gewoon andere zaken nastreeft. En waarom is het geen rechtvaardiger systeem? BTW, BTW vervult een rol als het gaat om het equal maken, ja, van de concurrentie tussen bedrijven en in het binnenland en met betrekking tot buitenlandse producten. Daar speelt een rol in. Maar potisma, die 90, in deze tijd zelfs 100% van zijn inkomen aan consumptie besteedt. Met de wijziging geven naar zeggen van Berenstein arme mensen relatief veel meer uit aan BTW dan de rijken. Het belastingssysteem moet rechtvaardiger worden gemaakt op basis van inkomen en niet op basis van consumptie.